Het Polytechnisch College PTC Suriname heeft afgelopen zaterdag haar tweede beroepen en open dag georganiseerd. Nicole Pawirodinomo, Communication and Marketing Manager PTC, legt uit dat deze dagen inzichten moeten bieden aan studenten en toekomstige studenten over beroepenmogelijkheden na het afronden van een studie op het PTC. Het college leidt personen op in de technische sector. Volgens Pawirodinomo moeten studenten reeds in de studieperiode werkervaring opbouwen. In dat kader waren diverse technische bedrijven aanwezig op de beroepen- en opendag. We hebben ongeveer 13 tot 14 bedrijven die vandaag aanwezig zijn. We hebben bijvoorbeeld Alginco, Elgawa, Baitali Group, Rudisa Group hebben we. We hebben Lean-up IT, Kustwacht Suriname, Surmaak. Dus er zijn verschillende bedrijven, verschillende branches. Omdat onze studenten, onze afgestudeerden en de programma's die we allemaal aanbieden, bij elk bedrijf te pas komen. Ja, dus er zijn eigenlijk verschillende programma's die we aanbieden. Er zijn technische en ook niet-technische. Als ik denk aan vastgoed en makelaardij, hospitality, management, dat zijn de niet-technische richtingen. Dus eigenlijk alle studierichtingen die wij aanbieden, hebben namelijk een aansluiting op het bedrijfsleven. De directeur van het PTC, Marjorie Telgt, zegt dat de organisatie van een beroepen- en opendag is ingegeven door de steeds groter wordende vraag vanuit de studenten voor een informatiedag. Ze legt uit dat een collegejaar op het PTC verloopt van januari tot en met december. Echter worden er nu al inschrijvingen gedaan voor het nieuwe collegejaar. We doen nu al de inschrijvingen omdat de studenten van de middelbare scholen komen na het VWO, HAVO. En ze hebben behoefte om te weten waar ga ik naartoe en wat ga ik doen. Maar voor ons is het collegejaar nog niet afgerond. Dus we verwelkomen wel alvast de nieuwe studenten. En dan gaan we in oktober een pre-collegeperiode met ze doen. Zodat ze een beetje gaan wennen aan het anders zijn op een HBO-instituut. En wanneer ze dat hebben gedaan, dan starten we januari met ze full speed ahead met ons curriculum. Directeur Telgt benadrukt dat de verschillende opleidingen van het PTC praktijkgericht zijn.